Bij een gloednieuwe video, mijn naam is Brennan van der Hoek. Ik weet niet of jullie me horen, dus ik doe weer even de intro overnieuw. Hallo allemaal, mijn naam is Brennan van der Hoek. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan vandaag hoogtepunten van een van de belangrijkste wedstrijden. Of ik heb gedegradeerd of niet. Daar moest ik voor winnen, per se. Doe het licht even aan, dan zien jullie me beter. Je hoogtepunten. Het was een belangrijke wedstrijd. En jullie gaan hier de wedstrijd samenvatting zien. Jongen, dat was een weg eventjes, hè. En dat op dit niveau. Maar ik wil één ding zeggen. Het ging vooral om de blooper die er helaas niet bij stond. In deze goalslijst. Het was namelijk mijn keeper. Ik had gewoon, het was een hele drukke aanval van mijn tegenstander. Ik paasde de bal rustig terug op mijn keeper en die schoot over de bal heen. En dat was best wel poep, want toen stond ik 1-0 achter al meteen en ik ben een 4-4 en nu ben ik gedegradeerd naar divisie 8. Als je ook hier kijkt, staat er bij eigen doelpunten, bij mijn team, staat er een eentje bij mijn keeper. Dat is heel slecht, jongens. Heel slecht. Maar ik ben nu terug van vakantie. Er komen 3 video's online. Deze. En nog 2 andere. Het is een reageren op oude video's. En... Oké, laat maar. Er komen 2 video's, denk ik, online. Ik weet niet zeker. Maar dat zien jullie wel. Ik wou eigenlijk alleen maar die bloepen laten zien. En ik ga jullie nog even de goals laten zien. Die verder zijn gemaakt door mijn team en door mijn tegenstander die tot een hotspur was. Dit was de 1-1. Jongen, dat was hem echt eventjes, hè. En dat op dit niveau. Blim. Goal! 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 Even kijken. En dan nu. Pas weer in de 67ste minuut gebeurde er dit met Ousmane Dembélé. Die maakte toen ineens. Oh, sorry, wacht even. Ousmane Dembélé, die maakte... Ineens de 2-1. Dat was ook wel fijn, dat toen ik 2-1 voor stond. In één keer een 2-1 voorsprong. Maar toen, 8 minuten later, gebeurde dit. In één keer aan vond dat een Hotspur en Harry Kane die hem uiteindelijk gewoon makkelijk in kan rammen. En dan sta je weer gelijk. En dan sta je weer op degradatie. En dan in de 77e minuut komt hier Dembélé en hier Aubameyang, die ramt hem dan ook erin. Dan staat het weer 3-2. En dan 82e minuut, cornertje, neemt de bal gewoon aan en ramt hem weer keihard in. En dat was echt heel erg poep. En toen 86e minuut, hier een foutje, en dan gaat deze bal er ook in. Dan staat het weer 4-3 voor mij. En dan 90e minuut, krijgt het voor elkaar om een strafschop weg te geven, en dan duikt het compleet in de verkeerde hoek en dan staat het 4-4. In de laatste minuut van de wedstrijd weet ik het voor elkaar te krijgen om een 4-4 stand te krijgen. Dus ik ben heel slecht in FIFA, weet ik zelf ook wel. Dit was even een bijvideo. Gewoon omdat ik er zin in had. En ja. Verder heb ik eigenlijk niet zoveel. En ik zie jullie later.